Welkom bij deze belangrijke wedstrijd als het gaat om de posities onderin in de Eredivisie. Want het gaat alles behalve vanzelf dit seizoen bij Emmen en Cambuur, de nummers 17 en 18 van de ranglijst. Cambuur heeft een desastreuze week achter de rug. Na het beker-échec tegen de Treffers diep in de malaise, de ploeg van Ulte. Zij zijn nu de nummer laatst. Emmen ging wel door in het bekertoernooi. Ten koste van VVV ontmoet nu PSV trouwens in de achtste finales. Wat dat betreft zal het bij de loting niet helemaal mee voor het elftal van Lukien. Opstelling van Emmen met Van der Hart in de goal. Achterin geen verrassingen. Dat zijn de vertrouwde namen. Middenveld, een basisplaats voor El Messaoudi, die fysiek steeds sterker wordt. En vandaag dus mag starten. Dimas Zivkovic, Romani. Dat zijn de aanvallers van Emmen, waar Darfalou, de aanwinst, nog niet speelgerechtigd is. Dus vandaag ook nog niet bij. En bij Cambuur staat de druk er na die nederlaag tegen Volendam, die kansloze 0-3 van vorige week, natuurlijk volop. Virginia zag zijn rode kaart geseponeerd worden. Hij kan dus gewoon meedoen vandaag. En voor de rest eigenlijk geen verrassingen in de formatie van Ulte. Molin, Boeren en Breij, zij staan met z'n drieën voorin. Rustige voetbal door Bouchouari. En dan als je onder de eerste druk vandaan komt, zou dat kunnen opleveren. Hier gaat Zivkovic. Virginia is te laat. Bal naar de buitenkant en dat is een gele kaart voor Virginia. Omdat er nog voldoende hulptroepen aanwezig waren. Kan men wel vinden in de beslissing van Dieperink. Goed gevoetbald in eerste instantie door Emmen. Dan staan er een stuk of 5-6 van Cambuur weer helemaal uit positie. En kan Zivkovic zijn snelheid inzetten. En is Virginia simpelweg te laat. Diemers met de vrije trap. En dat scheelt heel weinig. Daar is hij er dichtbij. Bouchouari de Molin aan. Balverlies vervolgens bij Cambuur van Van Kaam. Romani. Het is oppassen voor Bankura. En Romani komt tot een best gevaarlijk schot. Zo heeft Emmen het initiatief in de eerste minuten. Mooi gebaar van de supporters van Cambuur Leeuwarden. Die knuffels op het veld gooien. Dat is een steunbetuiging. Voor een bestuurslid van de Zuidtribune van Emmen. Wiens dochter veel te jong, veel te vroeg overleden is. Schitterend. Slordigheidje van de veldmaten levert Cambuur misschien de eerste mogelijkheid op. Zeker, het is Boeren die kan schieten. Maar Boeren heeft wel Molin helemaal over het hoofd gezien. Die was links van hem. Dit is goed gevoetbald, zeg, door Cambuur. En nu hetzelfde verhaal. Breij, die heeft wel gekeken. Nou, dan moet dit 1-0 zijn, maar dat is het niet. Dat is een geweldige redding van Van der Hart. En maar weer is het probleem blootgelegd waar Cambuur al het hele seizoen mee te maken heeft. Het krijgt de bal er simpelweg niet in. Wat een kans voor Jacobs. Balverlies van Romani. Lijkt de Cambuur er wat beter in te komen. Beetje gehaast geschoten, toch nog voor de zekerheid aangeraakt door Van der Hart. Zo geeft de doelman van Emmen tikkie onnodig een corner weg. Na dat gehaaste schot van Breij. Gaat ruimschoots naast eigenlijk die inzet. Hier die indraaiende hoekschop verlengd door Boeren. Bij de tweede paal ziet Breij van heel dichtbij hoe die bal net niet binnenvalt. Vlak naar Bouchouari. Nou, daar ontstaan vaak de problemen voor Emmen. Zivkovic. Dit is wel goed gevoetbald in de kleine ruimte. Romani. Hoek wordt krapper. En dan achter het stapbeen langs. En nog een keer. Beste momenten van Emmen. Er zat weinig peper en zout in het aanvalspel tot nu toe. Maar nu echt wel een beetje op smaak gebracht. Met de combinatie tussen Romani, Zivkovic. En via Diemers opnieuw Romani. En Zivkovic dan als eindstation. Station.
El Mesoudi met een ongevaarlijk schot. El Mesoudi. Dat is handig gevoetbald door El Mesoudi. En dan kan Zivkovic het proberen. Virginia klem vast. Prima werk natuurlijk van El Mesoudi. De basis begonnen vandaag. Nou, wat handig voetenwerk bedient die Zivkovic. Het is moeizaam van beide kanten. Grote problemen voor Emmen en Cambuur om openingen te creëren. Vol knullig balverlies nu ook weer. Daar zou Cambuur dan van kunnen profiteren met Boeren. Maar die handelt zo traag. Die hem ook heel snel weer kwijt is. Dan komt Emmen eruit met Romani en Diemers. El Mesoudi net niet lekker. Twee zwaargewichten die een beetje in elkaar hangen. En eigenlijk geen puff meer hebben om een serieuze dreun uit te delen. Wat nog een sport waar je op punten kan winnen. Dan gaat maar voetballen niet. Dan kun je niet resultaat ontlenen aan meer balbezit of meer doelpogingen of wat dan ook. Goals maken. Dat is de bedoeling. En dat gaat zowel Emmen als Cambuur deze competitie heel moeizaam af. Wat dat betreft is het ook weer niet zo verwonderlijk. Dat het na 55 minuten nog 0-0 staat. En de kansen buitengewoon schaars zijn. Dit is wel een beetje het spel van de laatste 25 à 30 minuten. El Mesoudi. In de tweede paal, bal weer ingebracht. Veldmaten. Klaarleggen Bernadou. Eerste twee balcontacten van Bernadou. We zijn hoopgevend voor het thuispubliek. Dat is wel waar het van moet hebben op deze gure zondagmiddag van hoop. Veendorp. Aardige lichaamsschijnbeweging van de nummer 2 van Emmen op avontuur. Kazaja Veendorp. Maar ja, dat is natuurlijk niet zijn taak. Moet hem eigenlijk zo snel mogelijk weer inleveren. Hier is Molen, die is wat handiger. Dat laat hij hier ook zien. Jacobs zou voor Cambuur iets in kunnen zitten. Breij, Boeren richting de penalty stip. Leek dat trouwens buitenspel te staan, Boeren. Maar de aanval loopt nog door. Bal opgepikt door Bangura. Van Kaam. Diemers komt weg. El Mesoudi. Diemers en Schmid. Twee evergreens in de Eredivisie. Diemers heeft Bouchouari gezien aan de rechterkant. Diemers. Voor zijn linker. En naar zijn rechter. De voorzet van Diemers is niet slecht. Romani komt er net niet aan. Volgende wissel bij Emmen. Luister naar de naam Rui Mendes. Het staat klaar aan de zijlijn. Eerst deze voorzet die maar heel moeizaam verwerkt wordt door de verdediging van Cambuur. Vlak. In de voeten van Bangura. Schmid. Van Kaam. Dat is het juiste moment voor het steekballetje naar Balk. Vraag je af of hij gekeken heeft, Balk. Want echt ruimschoots en alles. Iedereen voorbij die voorzet van de invaller bij Cambuur. Zo lijkt er zo langzamerhand een wonder voor nodig om een doelpunt te gaan zien vandaag aan de Oude Meerdijk. Twee ploegen die in de tweede helft niet eens in de buurt van de kans komen. Misschien verandert dat nu. Als Van Kaam kan aanleggen. Van Kaam, die stuit dan weer op Veendorp.
Maar ze was eindelijk een beetje dreiging van de kant van de ploeg uit Leeuwarden. Bal verlengd. Oldriekjes. Toch bijna 2 meter in de ploeg. Maar ook hij vindt het net maar niet. Bouchouari verlengt en Sivkovic krijgt zijn voet wel tegen de bal, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. Maar heel veel gevaarlijker dan dit is Emmen in de tweede helft niet geweest. Trap van Diemers, de eerste paal weggekopt door Van Kaam, Bouchouari. Bernadou. Bernadou, nog altijd, Scholten, veel mensen van Cambuur om de bal, maar hier is toch Assenoen gevonden. Vlak, kan aardig schieten, Vlak! Goeie uithaal van Vlak, prima reactie in de goal van Cambuur van Virginia. Dan zit de extra tijd er ook op. Dan komt er een einde aan deze wedstrijd. Waar zeker in de tweede helft helemaal geen winnaar verdiend zou zijn geweest ook. Geen kans gezien. Geen serieuze kans gezien in de tweede helft. Het laatste uur was echt van een verschrikkelijk niveau tussen Emmen en Cambuur.